beetje zin in het laatste uurtje. Ja! 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 Oké, dan. Zaterdagmiddag. Daar zijn we weer. NH Radio. Gezellig, hè? Ten top. En Kees Stol zit er bovenop. Welkom bij de show. Dat is niet de eerste keer, denk ik. Wat heerlijk dat je er bent. Ja. Ja. Vind het ook leuk. Vind ik ook leuk. Moest wel aan je trekken, zeg. Met zijn kinderen voordat Hoezo? Je hier was. Nou ja, hoe vaak heb je niet gevraagd, schat? Ja, maar ja, ik heb het druk. Waarmee? Kees Cornelius Stol werd 37 jaar geleden geboren in Volendam. Na de MAVO ging Kees naar het Grafisch Lyceum in Amsterdam. Kees wilde wat van de wereld zien, ging aan de slag als stewardess bij Air Holland. Dames en heren, een groot ovationeel applaus voor Kees Stol. Kees! Ja, vind je niet? Ja, vind ik hartstikke leuk. Krijg jij thuis ook zoveel applaus? Nee, het is bij mij thuis behoorlijk stil. Ja, je woont alleen, hè? Ja. Al heel lang. Ja, hoe kan dat? Want dat kom ik gelijk bij mijn tweede vraag. Verliefd, verloofd, getrouwd? Eigenlijk geen van beide. Hoe kan dat nou zo? Nee, ja, ik weet het ook niet. Nee. Ik moet wel zeggen dat ik... Als je me dit een paar jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, joh, ik ben happy single en ik ben helemaal blij zoals het nu gaat. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik wel, nu naarmate ik ouder word en mijn vrienden zeg maar allemaal een andere fase ingaan, qua kinderen en trouwen en dat soort dingen, dat ik bij mezelf denk van, nou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden. Ja. Gaat het niet iets, ik praat ook voor mezelf, maar gaat het niet iets verder nog, dan ik zou het wel leuk vinden, dat je ook denkt van, nou, jongens, dat is een beetje een understatement. Ja. Ik zou het heel leuk vinden. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, zoiets moet op je pad komen. En, wat doe je er dan? Niks. Nou, ja. ik ben niet op zoek of zo. Maar je zit wel eens op Tinder of op Grindr of wat dan ook. Dan kom je wel eens tegen. Ik zo. Zo'n pakje staat best leuk. Ja, maar doe je toch wel moeite voor, of niet? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, ik leef gewoon mijn leven en ik ben lekker druk met mijn werk. En ik ga leuk uit en ik heb een heel groot sociaal leven. Dus het is niet zo dat ik thuis weg zit te miezeren in mijn eentje. Alleen, ik ga niet de deur uit met het idee van, nou, ik ga nu eens eventjes op zoek naar een leuke jongen. Nee, dat niet. Dus het moet echt op mijn pad komen. Ja, dan kom je thuis, ja. De ene dag gaat het wat makkelijker dan de ander. Klopt. Weer niemand. Klopt. En ik heb het, zeker nu met dit mooie weer, weet je, heb ik er minder last van. En het is helemaal niet zo dat ik ongelukkig ben. Helemaal niet zelfs. Huh. Alleen, ik heb best wel een heel leuk leven. Ik maak veel leuke dingen mee. Ik reis veel. Ik kom veel interessante mensen tegen. En dat deel je dan s'avonds aan het einde van de dag met niemand. Nee. Ik merk aan mezelf ook wel dat ik soms wat onrustig ben. En dat merk ik dan met name in het weekend. Weet je, als ik dan een hele week heb gewerkt. Uh-huh. En ik zit van maandag... Het klinkt heel wanhopig allemaal. Nee, maar dan ben je gewoon gaaf. Ik snap het wel. Maar dan kan ik in het weekend niet alleen weer thuis zitten. Dan moet ik die deur weer uit. Dus dan sta je weer in een kroeg. En dan sta je weer... Maar niet in Volendam, denk ik dan, toch? Zeker wel. Wel, ja. Ja, ook in Amsterdam. Ja. Ik kom overal. Alleen, ik kan dan merk ik aan mezelf dat ik heel slecht thuis kan zitten. Alleen. Ja. Ik moet wel zeggen, ik date bijna nooit. Oh. Nee. Hoe kom je dan aan je, om het even netjes regionaal te zeggen, aan je gerief? Nou ja... Ja? Nee, ik date bijna nooit. Maar mijn vraag was, hoe kom je aan je gerief? Ja, ik roet je hem gewoon door het vuistje.